Vroeger hadden we altijd Jean. We gedenken hem. En Jean zei dan de Keutenberg en nu gaat het beginnen. En daar had hij gelijk in. Want na de Keutenberg, dan kwam er nog een slingerpartij voordat je in Valkenburg was. Dat had geen weet. Maar nu is er iets gebeurd. Laten we maar met onze speciale verslaggever gaan rijden. Kijk, je komt dus naar die Keuten of Keutenberg toe. En dat is dan de laatste helling. 22%, dat ziet eruit als moorddadig. Dat is ook heel moorddadig, ja, zeker op dat moment in de koers. Ja. Zo ga je hier naar boven toe en dan kom je een beetje in de wind te zitten, geloof ik. En dan? Hier heeft de wind vrij spel. Ja, nou, je ziet ook vaak dat het hier gebeurt. Hè? Dat zijn al een aantal keren renners hier weggereden, ja. Omdat iedereen naar elkaar zit te kijken met de wind. En dan hebben ze bedacht dat er iets nieuws gaat gebeuren. Want vroeger ging je dan door het dorpje Sibbe. Maar die lus is er nu uitgehaald. En dat is een verschil van hoeveel? 1,5, 2 kilometer of zo? Ja, dat is een heel klein stukje hoor. Eigenlijk is die finale identiek. Alleen reizen nu Sibbe-Gubbe niet af en dat hele kleine lusje door Valkenburg niet. En nu reizen parallel en Sibbe-Gubbe dalen maar weg naar beneden. Ja, ja. Is dat een verbetering voor de wedstrijd? Ik zou het niet weten. Ik denk niet dat het veel gaat uitmaken. Hier ga je naar beneden. Het is dalen maar weg, zoals we met het WK naar beneden komen. Ja? En nu wat je nu hebt, je staat eigenlijk stil. Je komt door de bocht en je begint gelijk aan de Kouberg. Dus je hebt minder vaart. En anders kwam je uit Valkenburg en had je misschien iets meer aanloop naar de Kouberg zelf toe. Okay. Had je iets meer vaart. Onze speciale verslaggever heeft een geweldige koers gereden. Maar, zeggen wij daarbij. En dan gaan we meteen door naar de winnaar van verleden jaar. Die heette toen Philippe Gilbert.